Ja, ben vanaf het begin af aan betrokken geweest bij bouwen van de Somp. En ja, na 3 jaar bouwen vind je het ook wel, is het ook wel leuk om met zo'n Somp te varen. En ja, dat doe ik met heel veel plezier op de vecht. Ja, wat voor gevoel geeft jou dit nu je hier zo aan het varen bent en om je heen kijkt? Nou ja, ten eerste dat het met ons 12 gelukt is om die Somp zo ver te krijgen dat je er ook mee kunt varen. En ja, het is natuurlijk op zich een hele mooie aanwinst voor Ommen en omgeving. Historische waarde. Kijk, vroeger werden natuurlijk heel veel dingen werden, met het schip vervoerd. Onder andere een Bentheimer zandsteen. En ja, als je dan de historie naleest, dat dan, ik weet niet hoeveel schepen met Bentheimer zandsteen naar het westen en verder op zijn vervoerd. Ja, dan is het toch leuk om zo'n ding weer vaarbaar te maken en de historie weer een beetje te laten terugkomen. Maar nu niet met zandstenen? Nee, nu niet meer met zandstenen. Nee, gelukkig niet. Wij doen het nu alleen met veel, ja, met veel passagiers aan boord. Jullie varen hier ook echt alleen in de buurt. Het is niet het plan om ooit nog een keer naar Scandinavië of zo te gaan? Nou ja, het zou wel mooi wezen. Maar ik denk, de boot, ik denk niet dat het er helemaal goed voor is. Hij is niet zeewaardig? Hij is niet zeewaardig, nee. Okay. Maar wat we wel hopen een keer te doen is meer te gaan zeilen op de Beulakker. De Somp van Dalfsen die doet dat aan het eind van het jaar vaarseizoen ook vaak. Dus dat lijkt ons nog wel een keer leuk. Want Dalfsen heeft dus een Somp, Gramsbergen ook volgens mij. Ja. Waarom is het nou belangrijk dat Ommen nu ook een Somp heeft? Ja, waarom is het belangrijk? Ja, je wilt natuurlijk niet achterblijven. Hè? Ommen is, ja, is natuurlijk en ja, die vindt het toch wel een geweldige uitstraling hebben om het... om ook een Somp te hebben. Het mooiste natuurlijk van deze Somp is dat hij zelf door Ommenaren gebouwd is. En in Dalfsen hebben ze hem laten bouwen door een scheepswerf in Enter. En Gramsbergen heeft hem ook zelf gebouwd. En in Hardenberg zijn ze nu van plan om dat ook de komende jaren te gaan doen. Dus ja, het is gewoon leuk.